Het is wat, hè, vrienden? In die talkshows. Ja, dat is werkelijk. Dat buitelt over elkaar heen. Over het MeToo gebeuren. Daar, iedereen heeft er. Oh, maar en zus. En die kan top. En dit kan niet meer. En dat kan niet meer. En zo moet je dat zien. Ach, mensen, het is me een toestand aan het worden. Ja, het is heel vreemd. Maar het meest vreemde is het ongewenste bijproduct in deze ongewenste periode. Ja, want wat wij nu zien als bijproduct, dat is het gefemineur. Zo noem ik dat. Dat zijn al die mannen die niet weten hoe ze die vrouwen naar de mond moeten praten. Het is werkelijk te gênant voor woorden. Heb je ze gezien de laatste tijd? Ja, en dan was het Bo. En dan was het Frits Barend. En dan was het die Erik Dijkstra. En dan was het die Gené. En die vechten met elkaar om de titel Kijk mij eens in orde zijn. Oh, wat ben ik in orde. Oh, maar ik begrijp die vrouwen. En ik snap het helemaal. En kijk mij eens politiek correct zijn. En kijk mij eens deugen vooral. Dat jullie wel zien. Dat ik wel een helemaal volkomen goede man ben, weet je wel. Die. Oh, mijn maag, hè. Mijn maag, dat is al geen Rico Verhoeven. Maar die kan je helemaal niet tegen, vrienden. Werkelijk moet ik zo verschrikkelijk van kotsen. Van dat misselijkmakende gefemineur. Gadverdamme nog aan toe. Want dan zeggen ze ook nog eens een keer, beginnen ze met z'n allen. Het is zo moedig, hè, van die vrouwen. Het is zo verschrikkelijk moedig. Wat nou moedig? Wat nou moedig? Ja, weet je wat moedig is? Moedige vrouwen, dat zijn vrouwen die aangerand zijn en verkracht zijn. Dat zijn moedige vrouwen. Ja, dat die naar voren komen. Als je het daarover hebt. Maar dat is normaal, dat vinden wij allemaal. Maar niet die vrouwen bij Overmars. Want daar noemen ze ook het woord moedig bij. En daar hebben ze het woord slachtoffers, gebruiken ze daarbij. Het zijn slachtoffers. Het zijn helemaal geen slachtoffers. Hoe ben je daar nou bij? Er zijn vrouwen die zijn gewoon een klein beetje lastig gevallen met een appje. En waar zijn een beetje de stoere vrouwen die gewoon voor zichzelf opkomen. En gewoon tegen een kerel zeggen, rot even op met je gezeik. Zo moeten vrouwen dat doen. En ik weet zeker dat vrouwen helemaal niet zitten wachten op dat gefemineur. Nee, dan moeten ze net als foute foto's, moeten zij daar heel erg om lachen.